Hallo iedereen en welkom terug op mijn kanaal. Vandaag wil ik het met jullie hebben over een bepaald beauty onderwerp en deze keer is iets anders dan make-up. Ik wil het vandaag met jullie even hebben over de verzorging van je handen en van je nagels. De meeste vrouwen tegenwoordig die lopen toch wel rond met een frisse kleur op hun nagels, maar door het jarenlange gebruik van gelnagels of gellak tegenwoordig wordt de nagel toch een klein beetje brozer en minder sterk. Wel, een paar tips om jouw nagel sterker te maken, die komen eraan. Ten allereerste, het is belangrijk om je nagel niet heen en weer te veilen. Dus je nagel veil je steeds in één richting en dan daarna in de andere richting. Hoe vaker je je nagels veilt, maar ook masseert of hoe meer je met je handen werkt, hoe sneller je nagels zullen groeien. Door het stimuleren en het masseren groeien je nagels veel sneller. Dus heb je niet zo'n sterke nagels, ga dan heel regelmatig een handcrème smeren. En je hebt ook heel specifiek nagelriemolietjes die je heel goed over je nagelriem moet inmasseren aan het begin, waar de nagelplaat begint te groeien. En zo groeien je nagels sneller en sterker. Een goede tip die ik jullie nog wil meegeven is, zet naast je pombak, naast je handzeep, steeds een handcrème. Nadat je je handen hebt gewassen met zeep, zeep neemt heel erg veel van het tallig en het vet en het olielaagje van je huid weg. Dus nadien moet je zeker insmeren met een handcrème. Doe dit meerdere malen per dag. Een handcrème kan je ook perfect leggen in je auto. Dan heb je even tijd voor onderweg. Of op je nachtkastje vlak voor je gaat slapen in je bed. Als je een iets intensievere manicure wil uitvoeren thuis, dan kan je een scrub op basis van een olie gebruiken. Je hebt een specifieke handscrub, maar je kan ook een bodyscrub gebruiken met een olielaagje. Je scrubt je handen toch wel gedurende 1 à 2 minuten heel erg goed, zeker over de velletjes aan je nagelriemen en je nagelwalletjes gaan. En dan spoel je je handen af met warm water. Het olielaagje blijft achter en dit voedt nog de hele dag verder. Tegenwoordig bestaat er in plaats van een nagelriemolietje, bestaat er ook echt een serum voor de nagels. Waarom zouden we een serum op onze huid smeren en waarom zouden we geen serum op onze nagels smeren? Wel, dit serum voorziet de nagels echt van alle bouwstoffen die deze nodig heeft om sneller te groeien, om beter te groeien, om sterker te worden. Bijvoorbeeld ProNails heeft zo'n nagelserumpje op de markt gebracht. ProNails is toch wel de allergrootste als het komt op nagelproducten en handverzorgingsproducten van het land. En ProNails heeft de Vital Nail Serum uitgebracht. Dit Vital Nail Serum is echt ideaal voor mensen die langdurig gel of gellak op hun handen hebben gehad. Gel. Dat is duidelijk dat het de nagels beschadigt als je de gel eraf haalt, want je freest constant de gel eraf en je nagels worden veel dunner en brozer. Maar ook bij het gebruik van de klassieke gellak moet de gellak er steeds afgeweekt worden met pure aceton. En dit maakt de nagels ook heel erg broos, want de aceton trekt toch wel in de nagels. Ongeveer een anderhalf jaar, twee jaar ongeveer, bestaat nu ook al de Protect & Peel behandeling van ProNails. En deze is een nieuwe soort gellakbehandeling. De Soap Polish Protect & Peel is dus een nieuwe gellakbehandeling die de nagels veel beter beschermt dan voordien. Er moet niet meer afgeweekt worden op het einde, dus de nagel komt niet meer in contact met pure aceton. Maar men legt eerst een heel beschermend vliesje over de nagel. Dit is je basislaag, dan komen er twee laagjes kleur en dan de toplaag voor de glans. Op mijn blog maak ik dit systeem heel duidelijk met veel meer foto's, dus ga daar ook een kijkje nemen. Ik zal mijn blog onderaan in de description box vermelden. Sinds kort raadt ProNails ook aan om dit serum, Vital Nail Serum, onder de Protect & Peel behandeling aan te brengen, zodat je nagel gevoed en beschermd is alvorens de gellakbehandeling erop komt. Nadien is het ook een peel-off systeem, een systeem dat je er zelf door heel zachtjes te trekken kan afnemen of je laat dit gewoon in het schoonheidsinstituut doen. Dit is dus tot op heden de nieuwste en de beste behandeling als je langdurig mooi gelakte nagels wilt. De gellak blijft ongeveer 2 weken mooi en het is de meest verzorgende die er momenteel bestaat. Ook al laat je deze gellakbehandeling niet doen, dit serum kan je natuurlijk ook dagelijks gebruiken om je nagels sterker te maken. Zoals ik al zei, het is voor mensen die hun nagels beschadigd hebben door langdurig gel te gebruiken, maar het is ook voor mensen die gewoon hun nagels wat sterker willen laten worden of die hun sterkte wilden behouden. Mensen met goede nagels mogen het natuurlijk ook gebruiken. Er wordt aangeraden van het minstens 2 tot 4 weken te gebruiken. Vanaf 2 weken zie je toch al wel resultaat en na 4 weken heb je echt het optimale resultaat.
resultaat. Ik zelf gebruik steeds de Protect & Peel Gel Lak op mijn handen. Dus ik heb dit Vital Nail Serum enkel nog maar uitgetest onder mijn Protect & Peel. Maar mijn mama bijvoorbeeld, die heeft toch wel heel erg last van brozen nagels en haar nagels breken heel snel af. Dus zij heeft een tijdje haar gel en haar gel lak gelaten. Zij is een paar weken geleden begonnen met dit serum en ik heb foto's van voor en na getrokken. En ik laat jullie deze foto's ook zien op mijn blog. Dus neem daar zeker een kijkje wat zij er ook van vindt van het serum. Dan wil ik graag nog, en het leukste deel van deze video vind ik zelf, mijn favoriete kleuren laten zien van ProNails. Ik gebruik ProNails in het instituut, dus ik ken hun kleurengamma vrij goed. Ze hebben echt een enorm groot gamma aan kleuren. Ze hebben elk seizoen ook een enorm mooi boekje met de allernieuwste kleuren. En ik heb er 5 uitgekozen die ik zelf heel erg mooi vind en heel erg graag draag. Ik ga beginnen met degene die al het langste bestaan. En dat is een vrij fel donker paars en dit is de All Eyes On Us. En dan een heel erg oud roze, maar echt een heel erg mooie kleur en deze noemt I've Got Your Back. Dan heb ik een favoriete blauwe kleur, daar heb ik geen gel lak of nagellak van, maar daar heb ik wel echt een gel van. En dat is deze blauwe kleur en die noemt Lucy in the Sky. Als je op zoek bent naar een nagellak of naar een gel nagellak, de kleuren hebben steeds dezelfde naam, of het nu een nagellak of een gellak is. Dan heb ik er 2 favorieten en deze zijn van het nieuwe lentegamma. Eentje daarvan die heb ik aan momenteel en dat is de What a Watermelon. Die hebben ook echt super leuke namen altijd en deze lijkt inderdaad, doet een beetje denken aan de watermeloen. En dan nog een nieuwe van dit lentegamma en dat is een iets donkerder blauwe kleur, meer een jeansblauwe kleur en dit noemt de Make Waves. Als je toch graag een nagellak verkiest boven een gellak, dan geef ik jullie nog 1 goede tip mee en dat is een nagellak moet altijd zo lang drogen. Dus wanneer je je outfit al aan hebt, doe je eventueel je jas ook aan. Zorg dat je sleutels klaar liggen, dat je handtas klaar staat. En vlak voor je vertrekt naar een feestje, lak je je nagels. Je moet dan waarschijnlijk toch nog een kwartier, 20 minuten of hopelijk langer een half uurtje in de auto zitten. Of je nu zelf rijdt of je man rijdt. Dit half uurtje is echt perfect om je nagels te laten drogen. Want je neemt niets meer uit je handtas of je neemt niets meer thuis uit je beautyproducten. Voilà, ik hoop dat jullie iets hebben bijgeleerd over je nagel- en je handverzorging vandaag. Wat zijn jullie favoriete kleuren van nagellak en welke namen vinden jullie echt ongelooflijk leuk? Neem zeker een kijkje op mijn blog, want daar staan enorm veel foto's. En dan zie ik jullie later in een van mijn volgende video's terug. Tot later!